In het clubhuis van ASC zijn onder grote belangstelling de Oegstgeester sportprijzen uitgereikt. Het was al de 23e keer dat sporters uit Oegstgeest in het zonnetje werden gezet. Er waren prijzen in 10 categorieën. De sportverkiezing wordt georganiseerd door Sportcafé Oegstgeest. Oorspronkelijk was het de gemeente die het organiseerde. Maar die dacht, weet je, dat kunnen we volgens mij veel beter door de sport zelf laten doen. En toen hebben ze het aan de sport overgedragen. En op een gegeven moment hebben ze mij gevraagd om er een rol in te spelen. En dat doe ik met liefde. Ik ben 2 keer Europees kampioen geworden. En ik heb de WK gezongen. Daar heb ik weliswaar geen medaille gewonnen. Maar ik sta nu wel 9 op de wereldranglijst. Dus daar ben ik ook wel heel erg blij mee. En ja, verder hoop ik dat dit seizoen weer voort wordt gezet. Je hebt natuurlijk de bekende sportman, sportvrouw en sportploeg van het jaar. Maar wij vinden het ook belangrijk om andere mensen te eren. De jeugd, de talenten, jeugdsportploeg. En dan heb je natuurlijk nog vrijwilligers. Dat zijn natuurlijk mensen zonder wie al die sporters ook nooit topsport kunnen bedrijven. En zonder wie ons clubleven ook gewoon niet zou functioneren. En dit jaar is er nog een prijs bijgekomen, is de bestuurder van het jaar. Omdat dat toch iets anders is als vrijwilliger. En wij het wel belangrijk vonden dat ook goede bestuurders ook eens een keer de waardering kregen die ze ook echt verdienen. Nou ja, als je kampioen in Nederland wordt, is de kans op kampioen in Europa heel groot. Maar het moeilijkste is kampioen van Nederland worden. En dat hopen we over 4-5 weken weer te doen. 8 april in Ziggo Dome. Dat is de moeilijkste elk jaar. We zijn kampioen geworden dit jaar. Van overgangsklasse. Dus we gaan nu volgend jaar naar de eerste klasse. Ja, wel met overmacht dat kampioen. Maar jij zwemt dus gewoon in het team samen met Femke Heemskerk en Ranomi Kromowidjojo. Ja, klopt. Ja. Hoe is dat? Ja, leuk. Leuk. Dat zijn de beste Nederlandse vrouwen die we hebben. En Ranomi is Olympisch kampioen op de 50 vrij. Dus ja, er is niks mooiers dan met de beste van de wereld mee te kunnen trainen eigenlijk. Maar wat ook heel duidelijk is, is dat het heel belangrijk is dat er nou eens transparantie komt in waar en hoe sport gesubsidieerd wordt in Oegstgeest. Want bij de een gaat het via een korting op de onderhoud van de velden, de andere de korting van de huur van de sporthal. En bij de derde omdat ze niet of nauwelijks opstalrechten betalen. Dus het is een ratje toe van indirecte subsidies. En dat is voor niemand duidelijk. Als ik ooit stop bij top, ga ik zeker weten dat ik terug wil. Vroeger waren we heel erg Nederlands en hadden we 1 of 2 buitenlanders in zitten. Je hebt nu veel meer buitenlandse mensen in Nederland wonen. En veel meer Indiërs en dat soort mensen die goed zijn met cricket. En dat zie je ook terug in ons team. Dus je ziet nu dat van de helft, misschien net iets meer aan buitenlanders zitten. Het leuke van de sportprijs in Oegstgeest is dat zowel de winnaars van de sportman als de sportvrouw die krijgen een boek mee. En die kunnen dan het hele jaar bijhouden wat ze op het sportgebied doen. Nou ben jij dus al een paar keer eerder geworden. Dus jij kan vertellen hoe dat is om zo'n boek bij te houden. Ja, het is wel heel leuk. Iedere keer als je wat hebt gepresteerd of iets is niet helemaal goed gegaan, kan natuurlijk ook. Dan kan je dat weer opschrijven en dan zo krijg je vanzelf aan het eind van het jaar een stukje voor in het boek. Toen ik de vorige keer zelf moest schrijven, heb ik van iedereen even doorgelezen. Dat vond ik hartstikke leuk. En dat zal ik nu van vorig jaar doen. En dan ga ik dit jaar weer mijn eigen verhaal schrijven. Ja, kijk, ik vind het leuk als andere mensen blij zijn. Ik probeer het een beetje aan elkaar te praten en ik maak de verhaaltjes voor de genomineerden. En dan hoop ik dat ze achteraf denken van, goh, hij heeft er aandacht aan besteed. Dat vind ik dan prettig. Ik denk dat we mooie winnaars hadden, mooie genomineerden. Weet je, dat cricketteam bijvoorbeeld. Ja, dat is natuurlijk heel erg leuk. De helft zijn Pakistani en Indiërs die hier studeren of in het Bioscience Park werken. Die natuurlijk helemaal niet begrijpen wat hier gebeurt, maar het fantastisch vonden dat ze daar geëerd werden op het podium. Ja, dat maakt mij alleen al gelukkig als ik dat zie. Als ik genomineerd ben, dan wil ik ook wel winnen. Zo ben ik dan ook wel weer. Ja, daar ben ik toch sporter voor, denk ik.